mensen houvast om te kiezen. Er zijn vorig jaar 1100 spullen op de markt gekomen. En hoe kies je daaruit? En één manier is om dat aan je favoriete sterren op te hangen. Voor 30 milliliter celebrity reukwater moet je soms al flink in de buidel tasten. Maar veel meer dan een wc-verfrisser met een bekende naam erop, is het vaak niet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar David Beckham, die 19 spullen op de markt heeft. Of Paris Hilton, die in de 15e gaat lanceren. Kan je afvragen hoeveel persoonlijkheid nog mensen van 15 of 19 spullen is. Ik denk dat als je de naam verbindt aan een parfum, dat het ook aan jouw integriteit is om te zorgen dat je daarachter staat, achter de kwaliteit. En het zal zeker een afdruk risico zijn als die geur of geen kwaliteit heeft of totaal een mismatch is met jouw stijl of persoonlijkheid. Dus jouw doel hoeft helemaal niet aan te geven. Ja, parfums, dat is booming business, dat moet duidelijk zijn. En hoe kun je je lering vergroten als artiest zijnde of zorgen dat je fans echt heel dicht bij je blijven? Dan ga je een parfum op de markt brengen. Er zijn natuurlijk heel veel gezichten die hun gezicht alleen lenen. Zoals bijvoorbeeld de Keira Knightley voor Chanel of een Charlize Theron voor Dior. Dat is precies alleen maar als campagnebeeld. Maar er zijn ook heel veel mensen hun eigen parfum op de markt brengen. Nou, Justin Bieber parfum is in Amerika en Canada niet aan te slepen. Het is heel zoet, maar ik denk dat al die meisjes denken, oh, als ik dat op een beetje spuit, dan heb ik Justin Bieber altijd bij me. Het is, nou ja, goed, ik bedoel, en een aantal bepaalde slag. Jongens, denk ik, Sunday. Dan daarnaast, zeg maar. Wat heel erg spannend is dat Victor en Rolf, die hele hoog.